Wenkbrauwen epileren? Mijn wenkbrauwen zijn te gek. What's up iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan wij Google zoeken doen. Typen gewoon een woord in en kijken wat mensen nou het meest opzoeken op internet. Dus laten we meteen beginnen. Wat als ik mijn moeder in? Mijn moeder is jarig. Mijn moeder is een stekelvark. Wat? Oh, dit is een boek. Ik moet poepen. Ik moet plassen. Ik moet steeds aan je denken. Ik moet plassen, maar er is geen wc. Nou, de oplossing is simpel. Als je een man bent. Kakken. Ik moet weggaan. Ja, wat doe je dan op Google? Jongen. Oké. Wat denken mensen over Aziaten? Grote vraag. Aziaten. Dikke Aziaten. Serieus? Zoeken jullie dat echt serieus op? Aziaten grappen. Nou, laten we eens kijken naar de Aziaten grappen. Een Engelse dame tijdens een diner aan het Chinees. When do you have elections in China? De Chinees bloost en antwoordt. Every morning and every night. Hoe heet een abortus in het Chinees? Ping pong. Weg jong. Drie Chinezen naar Amerika. Drie Chinezen, Bu Chu en Fu, willen naar Amerika emigreren. Na een tijdje besloten ze Amerikaanse burgers te worden en hun namen daarom te ver-Amerikaansen. Bu veranderde zijn naam in Buck. Chu veranderde zijn naam in Chuck en Fu veranderde van gedachten. En Fu veranderde van gedachten en ging naar China. Maar die is wel goed. That's not right. Something wrong. Are you harboring a fugitive? Oké, dit gaat te ver. Wat denken mensen van Aziaten? Over de grappen. Lactose. Aziaten lactose. Dat is suiker, toch? Lelijk? Chinezen zijn te lelijk? Wat? Kijk naar mij. Ik ben fabulous. Chinezen hebben een indrukwekkende geschiedenis en zijn bekend als slimme mensen. Maar godverdomme, wat zijn ze lelijk. Ik had vroeger een Chinese kamergenoot, maar hij was gewoon een stereotype. Grote gele tanden? Wat? Oké, dat kan best kloppen. Dikke brillen. Mager en hij stonk. Stonk. Wel een aardige gast, alleen was hij heel zielig. Ik stink helemaal niet, man. Hij was verliefd op een andere Chinese vrouw. Chinese. Met een S. En ze hadden allemaal een kut accent. Ik heb niet eens een kut. Jij hebt een kut accent. Klacht. Chinezen zijn lelijk. Ja, sorry. Edit. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Ik ben echt blij dat hij niet klaagt over dat Chinezen niet Nederlands kunnen. Want er zijn uitzonderingen natuurlijk. Klinkt niet echt heel goed Nederlands. Ik ken ook één die aantrekkelijk is. Wat zit je dan te klagen? Maar heb je nog een... We blijven gewoon in dezelfde categorie zitten. Chinezen zijn... Hier, Aziaten zijn mooie boys. Eindelijk iemand die de waarheid vertelt. Als ik door de stad loop, verbaas ik mij telkens weer over het met name jonge Aziaten. Chinezen, Japanners, weet ik veel wat... Hey, oppassen. Er is een heel groot verschil tussen een Chinees en een Jap. Dit is een Chinees? En dat is een Jap. Palmer. Ik mag geen Jap zeggen.
Ze zien er echt bijna allemaal uit als wat jullie noemen, een mooi boy. Of bot gel in de haar, gayish model. Wat? Wat gayish model? Wenkbrauwen epileren? Mijn wenkbrauwen zijn te gek. Make-up. Ik heb geen make-up nodig. Ik ben allemaal natural. Ik ben allemaal puur natuur. En ik heb acne. Waarom zijn de laatste generatie Chinezen en andere volk uit Azië in Nederland van die homo's... Oké, next. We blijven gewoon in dezelfde categorie. Ik wil gewoon iets positiefs over ons horen. 2 hours later. Aziaten zijn slim. Ja, slim. Eindelijk iets positiefs. Veel Chinezen op HAVO en VWO. Ik weet genoeg. Dank jullie wel. Ik zei net zo van, Chinezen en Japanners zijn hele andere wezens. Dus laten wij Chinezen en Japanners eens gaan vergelijken. Oké, wat denken mensen van Chinezen? Chinezen zijn vies. Lelijk. Gaan we weer. Aliens? Wat? Na een nacht vol inspirerende middelen. Ja, dat klinkt al heel goed hoor. Dat klinkt echt niet drugs. Achter. Ben ik tot de conclusie gekomen dat wij allen slecht een experiment zijn van de Chinezen. En dat de Chinezen aliens zijn die de wereld zullen overnemen. Kom je daar nu weer bij? Want dat doen de Aziaten eenmaal. De Aziaten nemen de wereld over. En een gele huid krijg je niet van de zon. Hoe dan? Gele huid. Nou, nog een vraag. Hoe komt SpongeBob aan zijn gele huid? Hè? Oké, wat denken mensen dus dan over Japanners? Knettergek. Gek. Raar. Lelijk. Waarom is iedereen zo negatief over ons? Ik ben niet eens in Japan, waarom voel ik me aangesproken? Feitelijk even... Wat denken mensen dan van allochtonen? Allochtonen zijn... Ja, daar wil je niks over zeggen, hè? Wat zeggen mensen van Marokkanen? Marokkanen zijn Polen zat. Slecht. Afrikanen. Racisten. Weet je, elke cultuur en elke bevolkingsgroep heeft wel zijn eigen flauwtjes en dit en dat. Dan moeten we elkaar gewoon accepteren zoals we zijn. En je moet me echt niet lelijk noemen. Serieus. Kijk nou. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te subscriben als je dat al niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Tai Cheng.